De locatie waar het huidige Alliandergebouw staat, heeft een bewogen geschiedenis. In de 19e eeuw stond er een hotel, Hotel Bellevue. Daar ontleent dus ook het huidige gebouw zijn naam aan. Het was een heel chic hotel, op natuurlijk een markant punt met een prachtig uitzicht over de Rijn. En het was ook ja, een eigenlijk voor die tijd volgens mij kolossaal gebouw. Het had een hoofdgedeelte, dat zie je hier eigenlijk gerepresenteerd in het schilderij. Maar dat liep ook door eigenlijk richting het centrum van Arnhem. In 1908 is er een felle brand geweest. Toen is het hoofdgebouw verdwenen eigenlijk. Het was zo aangetast dat dat gesloopt is. Op die plek zijn een aantal villa's verschenen in de jaren 20. In verkleinde vorm is het hotel doorgegaan. Dat was eigenlijk dit gedeelte. Dit gedeelte is in de jaren 30 in bezit gekomen van de toenmalige elektriciteitsmaatschappij, de PGM of PGM. Die heeft daar kantoor gehouden tot eind jaren 30. Toen is er nieuwbouw gekomen, dat is dit gebouw. En dat was eigenlijk ook een bijzonder markant gebouw. Heel, heel tekenend voor die tijd. In de stijl van Dudok, onder andere de ontwerper van het stadhuis in Hilversum. Dit gebouw is gesloopt in 1989 en is er nieuwbouw gepleegd ten behoeve van Nuon. Het kantoorgebouw zoals we dat eigenlijk nu in de vorm kennen. Alleen, het is recent helemaal gerenoveerd van binnen en duurzamer gemaakt. En, nou ja, beantwoordend aan de eisen van deze tijd. Het is ook om andere redenen, dus buiten dat het vanwege die grandeur van het hotel bijzonder is, is het ook nog een beladen plek, omdat hier in 1944, heel precies te zijn, op 19 september, toen John Frost inmiddels een klein brughoofd had gevormd bij de Rijnbrug in Arnhem, is hier enorm slag geleverd om die positie van John Frost te versterken. Is niet gelukt, want hier hadden inmiddels SS-eenheden een sterk front opgeworpen. Hier zie je het vignet van het embleem van de Airborne Divisie die bij Oosterbeek geland was. En ook dat vond ik van belang om te memoreren in het werk. Het is eigenlijk dus een spel geworden van elementen in de tijd. In eerste instantie had ik een schets gemaakt om een indruk te geven van wat je zou kunnen doen met deze gegevens. Waarbij dat Dudok-gebouw of Dudok-achtige gebouw nog niet voorkomt. Dat heb ik er vervolgens in geweven. Dit is een foto van tijdens de bouw, de verbouw. Op een gegeven moment, omdat dat toch ook wel heel herkenbaar en markant is, zeker als je Arnhem benadert vanaf de Nelson Mandela-brug, heb ik dat dak met zijn zonnepanelen een extra aandacht willen geven. Dat leidde tot deze schets. In deze fase van het schilderij, het is nog niet klaar, het is in wording, zie je een belangrijke vorm die eigenlijk ook het werk van Alliander als netwerkbeheerder symboliseert, de sinus. Die zit er nog vrij nadrukkelijk in. Het verwijst ook naar het kunstwerk wat voor het gebouw staat. Maar in de komende fase zal ik het blijft aanwezig, maar ik zal het toch in zijn werking wat terugduwen, omdat ik vind dat die architectuur eigenlijk de meeste aandacht moet krijgen. Een ander aspect, dat zijn deze lijnen, die verwijzen naar de print die je tegenwoordig op de toegangsdeuren van het gebouw vindt en ook in het gebouw zelf op bepaalde ruiten gereproduceerd. Een verbeelding van netwerk, wolk. En in feite is dat ook de core business van het bedrijf. Dus eigenlijk als een soort onderlegger zie je die lijnen vertrekkend van allerlei punten uit door het schilderij lopen.
Dat is eigenlijk in kort bestek het, ja, de geschiedenis van de plek, de geschiedenis van het schilderij. Eén aspect misschien nog, dat is dit fragment, dit gebouw, hè, dit huis eigenlijk van oorsprong, dat staat er nog. Dat is eigenlijk de enige constante in het hele beeldverhaal. Als je op de locatie bent, dit staat er nog zoals het er in de 19e eeuw ooit gebouwd en vanaf dat moment gestaan heeft. Thank you.